Dankjewel en dank voor deze uitnodiging. De eeuwige vrede die zal wel aan bod komen, maar die moet voorbereid worden. Dat is bij mij althans het geval, een lang voorspel en dan gaat alles vanzelf. Maar dus het voorspel is lang, ik kan u verwittigen. Dus de eeuwige vrede komt op het einde, sowieso, geen zorg. Nu, om duidelijk te maken waarover ik het zal hebben, wat mijn insteek is rond die vraag van de verlichting, dat is, ik ben daar ook niet zo in geïnteresseerd in de vraag van een periodisering van wanneer gaat de verlichting tot wanneer enzovoort. Ik ben ook niet zozeer bezig met de vraag hoe dat die verlichting concreet, historisch, historiografisch te beschrijven is in Frankrijk, differentieel met Duitsland. Wat mij interesseert is de vraag wat er op het spel staat wanneer de vraag openkomt van een rede die een bepaalde mondigheid verwerft. En dat is eigenlijk de reden waarom ik de figuur van Kant zo belangrijk vind. En dat is ook de vraag die ik stel met betrekking tot Kant, namelijk wat was zijn conceptie van de rede en wat zijn de gevolgen voor de mogelijkheden om de vraag van de mondigheid te stellen. Natuurlijk, we kennen allemaal, en natuurlijk die van UGent weten het uiteraard, hè? Sapere aude, durf te denken. Makkelijk gezegd, hè? Men zegt ook tegenwoordig makkelijk durf te denken, maar durf het vooral niet te zeggen. Hè? We zullen zien aan het einde dat Kant eigenlijk de voorzet geeft om niet alleen te zeggen durf te denken, maar durf het vooral te zeggen. Maar de kern van de gedachte van Kant in verband met de verlichting lijkt mij dat er een structurele onmondigheid is in de menselijke conditie en dat het erop aankomt om niet meer mondigheid toe te voegen bovenop die conditie van structurele onmondigheid. Dat is eigenlijk de grote gedachte die ik hier zou willen uiteenzetten. Want uiteraard moeten we uitleggen wat structurele onmondigheid is. Wat betekent het om mondiger te worden, om autonomer te worden, om kritischer te worden? En wat betekent het om rekening te houden met die structurele onmondigheid? Misschien ligt de mondigheid of een vergrote mondigheid er nu net in om net de juiste plaats te geven aan die structurele onmondigheid. U heeft gezien in mijn titel dat ik zeg Kant een denker van het object. En dat is effectief het dekseltje eigenlijk waaronder schuil gaat wat ik vandaag zal vertellen. Omdat de grote vraag die ik mij stel in mijn hele parcours in de filosofie eigenlijk, wat is het object en wat is objectiviteit? En wat doet de moderniteit met die vraag van de objectiviteit? En dus, ik zou zonder enige aarzeling durven zeggen dat Kant in eerste instantie een denker is van het object. Maar dus, om dat uit te leggen, moet ik eventjes terugkeren naar Descartes. Ook daar natuurlijk algemeenheden. Een stuk algemeenheden die ik ook wel haal uit mijn lectuur van Husserl, 19e eeuwse, 20e eeuwse fenomenoloog. En dan voornamelijk de Husserl van zijn belangrijk werk, Crisis van de Europese Wetenschappen. Want daar beschrijft Husserl Descartes als diegene die effectief het cogito, het denkend subject, apart heeft gezet. Maar, zegt hij, er is daar wat hij noemt een transcendentaal motief aan. Dat wil zeggen, Descartes moest die vraag van het subject centraal staan en heeft dat ook gedaan. Hij heeft eigenlijk gedaan wat hij moest doen. Dat zijn grote filosofen, die doen wat ze moeten doen op een bepaald ogenblik in de tijd. Hij moest het subject centraal staan. Waarom? Omdat er rondom een objectiviteit werd geproduceerd waarvan hij rekenschap moest afleggen. Dus de ontwikkeling van de moderne wetenschappen, de ontwikkeling van de typische vorm van objectiviteit die daar aan de orde is. Voor Husserl is dat dan een mathematisering van de natuur, maar daar kunnen we het over hebben. Ik ben het in grote lijnen wel met hem eens. Dus er was productie van objectiviteit. Er was een verandering in de tijdsgeest wat betreft de observatie van de natuur met resultaten. Ten aanzien van die productie van objectiviteit was eigenlijk Descartes de filosoof die kwam tot het punt van
hoe kunnen we daar nu zeker van zijn? Hè? Wie, wat gaat dat hier verzekeren? Dus uiteindelijk heeft Descartes de subjectterm ingevoerd als de verzekerende term voor een productie van objectiviteit die altijd al aan de gang was. Dus dat is wat Husserl het transcendentaal motief noemt van Descartes. Eerst productie van objectiviteit, dan de vraag, ja, maar hoe is dat mogelijk? En het subject, het cogito, als de verzekerende term van die mogelijkheid van objectiviteit. Dus het subject verschijnt natuurlijk verabsoluteerd in het denken van Descartes. Allemaal te bezien hoe dat die gast dat zelf geschreven heeft natuurlijk. Hè? Maar we zijn bezig met generalisaties. Het subject als iets wat de zaken achterna hangt. Hè? Wat het object achterna loopt. Hè? Wat ongerust wordt door het object. Effectief, als iets de filosofie van Descartes kenmerkt, dan is het wel ongerustheid. Hè? De twijfel, de subjectieve twijfel, dat is een fundamentele trilling eigenlijk die daar ontstaat, waarvan we wellicht kunnen zeggen dat die niet aanwezig was daarvoor. In elk geval niet op dezelfde manier, zeker niet bij de Grieken. Dus wat doet Descartes door het subject aldus te thematiseren? Hij zet de moderne denkruimte open, waarvan verschillende interpretatoren, onder andere de Vleeschouwer, vrij mooi zegt dat de grote vraag van de westerse wijsbegeerte is de vraag van het zijn. En de wijze waarop ze in de moderniteit gesteld wordt, is een vraag van overeenstemming, bemiddeling tussen twee termen, subject en object, en epistemologische overeenstemming. Dus het is een kennisvraag. Wat het subject met het zijn bindt, is kennis. Hè? Dat is eigenlijk de wijze waarop Descartes de moderniteit openzet. En vanzelfsprekend komt Kant daarna. Komt er van alles daarna? Hè? Wat kunnen we eigenlijk, als we nu in een achterafbeweging die moderniteit bekijken, kunnen we zeggen, wat zijn de verschillende figuren geweest? Het articuleren van die twee termen met de vraag van wat gaat er hier zekerheid geven? Hè? Gegeven het feit dat die objectiviteit altijd al geproduceerd werd. Hè? En ik denk dan aan de moderne wetenschappen, maar we hoeven zelfs niet alleen aan de moderne wetenschappen te denken. De subjectnotie is breder dan alleen de moderne wetenschappen. De subjectnotie betreft ook de vraag hoe leven verloopt. Hoe het subject eigenlijk wakker wordt. Dat wil zeggen, door tegen de muur te lopen. De Grieken zouden dat ook al kunnen zeggen. Maar uiteindelijk, het wakker worden van het subject gebeurt maar doorheen een confrontatie met iets wat gebeurd is en wat hem ontsnapt is. Dat is eigenlijk de productie van objectiviteit. Maar, de Vleeschouwer zegt het ook op die manier, de Grieken hadden een evidentere, hadden minder twijfel, minder davering op het lijf, denk ik soms. Thematiseerden meer de manier van waarop de mens deel was van de kosmos. Het was een evidentere manier om in de kosmos te zijn. Vanaf de moderniteit is dat eigenlijk verloren. Dus wat gebeurt er dan? En we kunnen dat tot op de dag van vandaag zien. Wat gebeurt er dan? Steun zoeken. Het zijn het object. Dat we zeggen, het is het object dat zekerheid moet geven. We gaan dat adequaat beschrijven, ja, zo mogelijk. Het spectrum eigenlijk dat door de wetenschap ons nog altijd wordt voorgeschoteld. Hè. Dus dat wil zeggen, er is maar één betrouwbaar discours, dat is dit van de wetenschap. Geef ons voldoende tijd en vooral voldoende geld en we geraken er wel. Hè. Dus vandaag nog net niet, maar morgen wel. Met een, zoals Husserl dat zeer schoon beschrijft in zijn crisis van de Europese wetenschappen, met een steeds verdergaande disciplinering, opsplitsing in disciplines, wat minstens dat idee intact houdt dat het territorium daar is en afgedekt kan worden. Hè? We gaan dat opsplitsen. We moeten alleen inderdaad meer tijd en meer geld hebben, maar het is daar en we gaan het wel te pakken krijgen. Dus zekerheid langs de kant van het object. Wat dan leidt tot wat Husserl noemt het objectivisme. Maar aan de andere kant ook zekerheid langs de kant van het denken, langs de kant van het subject. De Cartesiaanse kant, die daar eigenlijk onmiddellijk mee gepaard gaat, die... ik noem het Cartesiaanse, maar het hoeft niet per se zo Cartesiaans te zijn, die in elk geval steun zoekt in een subject dat dan op een of andere manier, hoe relatief dat ook mogen zijn, toch
garant moet staan voor een bepaalde zekerheid, hoe singulier dat ook kan zijn. Dus dat is eigenlijk het beeld van de moderniteit op het ogenblik dat men dat ziet als vanuit het idee van een transcendentaal motief van Husserl. Er is altijd al iets gebeurd, je loopt erachteraan. Hè? Nu moeten we het eventjes hebben over Kant. Want ik zal het straks met collega Walravens er wel over hebben. Vanuit de lectuur van Kant ben ik het niet helemaal eens met de Humeaanse lezing. Maar natuurlijk, een mens trekt een filosoof in de hoek waar hij hem wil. Hè? Ik trek Kant naar een andere kant. Dus ik lees ook de kritiek der reine vernoemd, maar ook de derde kritiek op een andere manier. Vooruitwijzend naar bepaalde ontwikkelingen vandaag de dag. Uiteindelijk denk ik dat Kant veel meer dan Hume, zou ik durven zeggen, voorloper is van wat men misschien het postmodernisme kan noemen. Hè? Een postmodern denken. In elk geval, Kant werkt binnen die Cartesiaanse ruimte. Dat is een platitude. Zeker was Kant bewoond door een heel grote davering, subjectieve davering. Als we alleen maar zijn kleine pre-kritische werkje bekijken, dat ik jullie allemaal aanraad om te lezen, Über die Krankheiten des Kopfes, dan kan je daar zien dat dat gaat niet over een nosografisch apparaat met beschrijving van verschillende psychiatrische ziektes. Dat gaat essentieel over de vraag: hoe kunnen we een onderscheid maken tussen een hallucinatie en perceptie? Hoe kunnen we zeker zijn dat we niet aan het dromen zijn? Ook heel zijn confrontatie met Swedenborg. Kant had de daver op zijn lijf. Dus hij had, als een goede filosoof had hij de daver op zijn lijf. En hij weigert, een eind verder gekomen natuurlijk dan Descartes, hij weigert om dat ook maar enigszins te verabsoluteren in een subjectterm die grondend zou zijn. Uiteindelijk, een absoluut grondende subjectterm is eigenlijk voor hem een goddelijke term die hij absoluut niet zal aanvaarden. Dus ik zou zeggen dat Kant degene is die het structurele van de situatie, namelijk dat er altijd al objectiviteit wordt geproduceerd, dat hij dat ernstig neemt. Dat hij daar niet voor terugwijkt. En in dat opzicht zou ik zeggen dat zijn dictum, zijn motto, het ding aan zich is niet kenbaar, is geen resultaat van zijn onderzoek. Het is het allereerste begin. Het is de ethisch-politieke beslissing die zijn hele filosofie grondt. Als hij zegt het ding aan zich is niet kenbaar, dan heeft dat eigenlijk voor onmiddellijk gevolg dat als we kennen, dan is die kennis voor ons. En dan moeten we iets doen met het feit dat alles wat we zeggen over een object, dat is ditgene wat we kunnen zeggen binnen onze eigen ruimte. Dus komt het erop aan om die ruimte te bepalen van waaruit we iets tot een object kunnen noemen. En dat is een subjectieve ruimte, dat is een subjectieve conditionele ruimte, als je wil. En die moeten we articuleren. Dus dat is natuurlijk die hele filosofie van de constitutie van het object. Als je de kritiek der reine vernoemd leest, kan je dat zeer goed zien. Dat de notie van constitutie van het object eigenlijk vertrekt van een X, hè, neemt dat glas, hè, dit is een beetje Heideggeriaans, het was geen cola flesje, het was een ander flesje, geloof ik, hè, dat hij nam. Dat hij zegt, oké, wat maakt dit glas, hè, tot een object? Dit is al lang een object natuurlijk, want ik noem het een object. Hè. Maar dat wordt niet geboren met dat object. Hè. Dus als subject wordt niet geboren met de term voor een object. Je noemt het ook niet zo. Dus wat betekent het feit dat ik in staat ben van er op die manier over te spreken, betekent dat ik het al lang geconstitueerd heb. Met andere woorden, dat ik het geconstitueerd heb in een bepaalde handelingsruimte. Dat ik het doe gelden in een bepaalde handelingsruimte. Dus de constitutie van een object is de validering van een object. Het laten gelden in een bepaalde ruimte die de uwe is, die uw handelingsruimte is. Zeer mooi om te zien hoe de kritiek der reine vernoemd de klemtoon legt op de handeling. Dus in het begin was de daad uiteindelijk. Dat kunt je zeggen. Er was de daad en dan zitten we met de gebakken peren en dan moeten we wel afvragen, oké, wat heb ik hier uitgehaald? En met bijkomende vraag van wie is die ik die daar iets heeft uitgehaald? Dus constitutie van het object
validering van het object en aan de horizon daarvan de hele vraag van de legaliteit. Hè? Want als je iets doet gelden, dan moet je de principes ophelderen van waaruit iets geldt. Hm? Terzijde, in de kritiek der reine vernoemd, zijn er een aantal passages die kunnen indiceren dat Kant ook subtiel is voor de kwestie van de taal. Dat hij dus de benoeming, hoewel je kunt zeggen, oké, het is eigenlijk pas 200 jaar later dat dat expliciet op de voorgrond is getreden met voornamelijk het structuralisme, heropgenomen door het postmodernisme, dan kan je zien dat hij het benoemen van de dingen als een essentiële stap beschouwt in het constitueren van iets tot een object. Dus stel dat, indien ik nu naar dat object zou grijpen, dat ik erdoor zou grijpen of dat het zich anders zou gedragen dan ditgene wat ik heb voorzien, gezien de procedures van constitutie die ik al 1000 jaar toepas, dan zou ik al mijn valideringen moeten herzien. Dan zou dat eigenlijk een ander object moeten worden. Maar het is dit object. De vraag wat dat glas hier aan zich is, is totaal nonsensicaal eigenlijk. Kunt je niet meer stellen, is niet reservabel, passons. En time and again met studenten, met iedereen eigenlijk, altijd maar opnieuw komt de vraag, ja maar ja, hoe zit het dan echt met dat object? Het is niet uit te roeien. Het is niet, je moet er werkelijk met de voorramer op zitten en dan lukt het nog dikwijls niet. Dus hoe is het dan echt? Bij Kant wordt dat de vraag van waaruit kun je zeggen dat iets is. Kant gaat niet beweren dat er geen stabiliteiten zijn in onze constitutieve processen. Nee, het gaat over de wijze waarop je stabiliteit hebt gerealiseerd. Subjectief, intersubjectief. Dat is eigenlijk de Kantiaanse filosofie met de categorieën die de principes uiteindelijk uitdrukken die mogelijkheidsvoorwaarden zijn voor het feit dat je altijd al je object hebt geconstitueerd. Dus de andere bijkomende idee dat we categorieën hebben, ik weet eigenlijk niet zo goed wat dat wil zeggen, dat we categorieën hebben. We kennen vandaag die lezing dat de categorieën dan, het zij aangeboren, het zij evolutionair overgeleverd zijn. Problematisch, lijkt mij, problematisch. Maar misschien het beste begrijpen vandaag de dag vanuit de notie dat we objecten constitueren doorheen de taal en doorheen het spreken, doorheen het discours, in de zeer brede betekenis van het woord. Nu, dat is waar de zaak speciaal draait wat mij betreft. Ik ben Kant eigenlijk beginnen lezen vanuit de derde kritiek. De derde kritiek is een kritiek die gaat over het levende, het schone, het sublieme en het levende. Je kunt zeggen, oké, wat doet dat daar, die combinatie? Kant noemt die derde kritiek de kritiek van lust en onlust. Dus Kant herneemt de vraag van de objectiviteit in de derde kritiek vanuit die figuren die problematisch zijn wat betreft objectivering. Met andere woorden, voor zover dat het object doet wat we willen dat het doet, zou ik bijna zeggen, voor zover dat het object stil blijft zitten en beantwoord. Een wetenschappelijk object is ultiem een object waarvan je kan zeggen, ik stel een vraag en het antwoord, zo. Jij stelt een vraag, we stellen die vraag in Zuid-Amerika, we stellen die vraag 100 jaar terug en binnen 100 jaar, en je krijgt altijd hetzelfde antwoord. Of min of meer hetzelfde antwoord. Dat is objectivering. Wetenschappelijke objectivering, die kan het niet gaan weggooien. In de eerste kritiek gaat hij nu net het hele enigma van de natuurwetenschap die zich toen al lang had ontwikkeld, gaat niet alleen onderzoeken, maar gaat zeggen, oké, wat moeten we veronderstellen om dat te kunnen verklaren? Nu, met de levende organisatie en het schone en het sublieme, ook al zo gek dat men die twee eigenlijk altijd zo'n beetje uit elkaar heeft behandeld, alle drie betreffen de moeilijkheid van objectivering. Wat gaat Kant zeggen? Dat een levend systeem niet objectiveerbaar is. Met andere woorden, je kunt daar geen recept voor geven, geen concept, geen a priori concept voor geven voor een levend systeem. Net zoals je dat niet kan voor een kunstproduct. Dus stel je voor dat je zou kunnen zeggen, je maakt een kunstwerk à la Picasso, laat ons nu zeggen, en dat is het recept.
Als je dat zou kunnen, dan zou het voor Kant geen kunstwerk zijn. Want wat betreft de biologie hoor ik dikwijls van biologen, ja, maar ja, met ontwikkelingen in de moleculaire biologie zijn we toch al lang in geslaagd om een levend wezen te creëren. Kant zou antwoorden, indien je een recept zou kunnen geven om een levend systeem te maken, zou het niet levend zijn. Ik heb mijn doctoraat gemaakt over doelgerichtheid, over cybernetica en cognitieve wetenschappen. En Paul Gauchet zat in de jury en vroeg uiteindelijk, dat ging onder andere ook over autonomie, hè, de zelforganisatie die Kant verbindt met de levende organisatie, over autonomie. Dat wil zeggen over een systeem dat zichzelf de wet oplegt. Hè. Kant noemt in de derde kritiek een levend systeem de wetmatigheid van het contingente als zodanig. Hè. Dus het is eigenlijk, het is niet te vatten in een wet. Het moet contingent blijven, maar het is toch ook geen chaos. Hè. Dus Paul Gauchet stelde mij de vraag, ja, stel nu dat je een robot creëert die leeft. Hè. Ga je hem dan ook sociale zekerheid geven? En ik zei, ja, vanzelfsprekend. Tuurlijk. Maar wat betekent het om een levende robot te creëren? Met andere woorden, Varela, die nu al niet meer leeft, maar die zei dat heel scherp. Zij, in de discussie van Artificial Life, zei dat indien we een echt levend systeem zouden willen maken, een echt levende robot, laat ons zeggen, zouden willen maken, dan zouden we die moeten de disposities geven en hem dan zijn ding laten doen en een geschiedenis laten doorlopen. En stel dat we dat zouden kunnen doen en structureel voorzien van alle disposities, dan zou het resultaat zijn dat we eigenlijk die robot niet meer kennen. Dat wil zeggen dat die tegen de muur is gelopen en die de muur niet meer vergeet enzovoort. Allerlei mechanismen die je wel kan bedenken. Het resultaat zou zijn dat we geen a priori concept meer hebben om te zeggen dat is wat hij nu gaat doen. We zouden ook geen voorspellingsmachinerie meer hebben. Dus we zouden eigenlijk een soort legalisering van het contingent hebben gemaakt, wat zou maken dat we daar eigenlijk geen grip meer op kunnen hebben. Gordon Pask heeft dan in de tijd gezegd, wat is een levend systeem? Dat is een systeem dat u verplicht om altijd van model te veranderen. Hè? Von Neumann zei, wat betreft de modellisering van het leven, is er een verwarring, een intrinsieke verwarring tussen autonomisering van het model en de modellisering van autonomie. Dus je hebt je model dat zich autonomiseert, automatisch samengaand met als je de autonomie wil modelliseren. Dus, wat eventjes strak over de levende organisatie, Kant zegt, er is daar een deel-geheel verhouding waarbij alles terzelfde tijd oorzaak en gevolg is. Met andere woorden, je kunt geen enkel deel beschouwen als een deel dat losknipbaar is, los van het geheel. Met andere woorden, de identificatie van uw deel zelf is afhankelijk van uw geheel. Robert Rosen zei het goed in de theoretische biologie in de 20e eeuw, wanneer hij sprak van een component system, ingaande tegen die metafoor die Bergson had gebruikt, zeggende, oké, tuurlijk kunt je een boom tot zaagsel verzagen, maar gaat nooit meer uit uw zaagsel een boom krijgen. Kant zou zeggen, uw essentie van uw boom zit wel niet in uw zaagsel. Hè? Dus je kunt altijd atomen vinden. Hè? Dus de wetenschap is daar expert in. Ze vinden altijd atomen, op een of andere manier. Maar de vraag is, wat zijn we daarmee? Kant zou zeggen, nee, de essentie van het leven ligt niet op het niveau van de atomen. Ligt op het niveau van de circulaire organisatie tussen delen en geheel, waarbij de vraag openkomt van wat is nu een relevant deel? En Rosen zegt in zijn component systems, wat is de betekenis van een deel? Dat is, wanneer men de totaliteit beschouwt, die functioneert op een bepaalde manier, je neemt je deel eruit, je kijkt naar de functionering van je totaliteit, wel, het verschil in die twee globale functioneringswijzen, dat is de betekenis van je deel. En dus dat is een andere manier om daarover te redeneren die volgens mij vrij dicht staat met wat Kant bedoelt. Nu, wat zegt hij dus over het levende? Uiteraard gaat hij geen preformationistische visie kunnen voorstaan. Hè? Dat gaat absoluut zijn ding niet zijn. Dus wat zou dat betekenen? Dat er een a priori concept mogelijk is. Hè? Het ultiem zou dat God zijn, maar oké, de moleculaire biologie
kan ook wel God spelen. Hè? Dat is niet zo, die droom is er geweest. Hè? Men heeft gehoopt dat door het genoom te sequeneren, dat men de zaak duidelijk ging hebben, straight ging hebben. Miljoenen zijn er naartoe gegaan, hè? Naar de sequenering van dat human genome. Maar als resultaat, einde van de rit, maar wist nog niets. Hè? Niets, daar zijn we vandaag op uit. Ze zijn bezig met kringetjes daar rond te maken, hoor. Met alle respect. Ik heb een beetje last met het feit dat die hele preformationistische droom daar toch wel around blijft. Dus geen preformationisme, zo willen daar niet over nadenken. Ook geen metamorfose. Metamorfose zou eigenlijk willen zeggen dat het levend systeem puur moet gevat worden op basis van de mechanismen werkzaam op het niveau van uw materie. Dus niets, het is eigenlijk eenvlakkig, de metamorfose. En dan wat hij eigenlijk voorstelt is epigenese. Wat is eigenlijk de idee van epigenese? Dat er structuur is, er is een dispositie, je vertrekt van iets. En uit de contingente ontmoetingen, uit de geschiedenis die een systeem kan meemaken, daar kan er iets uit ontstaan. En daar is eigenlijk de kern van de zaak, want die structuur, wat is dat voor iets? Wat is het statuut van die structuur? Ik kan het nu al verklappen, dat is een vooronderstelling. Structuur, het heeft geen zin om te vragen wat is een structuur op zich. Nee, je vooronderstelt dat er structuur is en dat verandert de hele wereld. Je vooronderstelt dat er structuur is. Nu, dat is nu net die metaforiek die Kant gaat gebruiken om de reden mee te categoriseren en te articuleren. En die van belang zal zijn, denk ik, voor het stellen van de vraag van de verlichting en van de emancipatie en van de autonomie. Hè? Wat zegt Kant met betrekking tot het levend systeem? Je kunt het niet objectief kennen, want je hebt geen a priori concept. Je kunt niet veronderstellen dat het zomaar een materieel proces is zoals de ander, dat het gelijk een Lego-achtig iets samenstelbaar is. Dat wil hij niet. Er is iets apart. Er is de factum, als het ware, van het leven. Dus zegt hij, je moet veronderstellen dat een leven een doelgericht systeem is. Dus dat het een natuurwet is. Dat er, met andere woorden, circulaire causaliteit is. Je moet die veronderstelling maken. Maar wat impliceert dat eigenlijk epistemologisch? Dat impliceert dat wat het object is dat je levend noemt, dat dat gedragen zal zijn door je suppositie van het feit dat het levend is. Heel, heel opvallend is dat in de ontwikkelingen in de biologie vandaag. We hebben daar workshops over georganiseerd. We hebben dat geprobeerd als filosoof om terug de vraag te lanceren van wat is leven? Schrödinger heeft daar zijn fameuze tekst in de 20e eeuw over geschreven. En uiteindelijk, de vele, hele, vele biologen vonden dat geen pertinente vraag. Die vraag moet niet meer gesteld worden. Die is niet meer aan de orde. Hè? Dus de vraag is eigenlijk uitgeschakeld met wat is leven? Dat is misschien inderdaad een romantische, vitalistische vraag. Dat stel ik open. Ik probeer, als ik tijd heb, te eindigen met een klein stukje problematisering rond de vraag van de euthanasie vandaag. Omdat daar heel centraal aan de orde staat de criteria ter objectivering van het leven. Hè? Dat is een omdraaiing van de zaak uiteindelijk. En wat maakt het leven nog de moeite waard om te leven? Dat is eigenlijk wat men gaat moeten beslissen in een euthanasiebeslissing, omwille van psychische redenen. Dus wat doet Kant nu, wanneer hij het heeft over de reden? Die metaforiek gebruiken. De reden is een orgaan. Hij spreekt over de epigenese van de reden. Dat wil zeggen, geen preformationisme, geen, laat ons nu zeer eenvoudig, geen Humeaans empirisme, of zeker geen Lockeaans empirisme. Hè, dat gaat hij zeker. Waarom? Omdat er voor hem iets moet zijn wat de epigenese nu net wel beklemtoont, namelijk iets van de orde van de idealiteit. Hij moet de veronderstelling maken. De wereld verandert door het maken van die veronderstelling en door het dragen van die veronderstelling. Tuurlijk beschikt de mens over uitzonderlijke capaciteiten, wat valt nader te bezien, wat er daar trouwens uitzonderlijk aan is. Ja, specifieke capaciteiten, laat ons zeggen. Maar het maken van die veronderstelling creëert een ruimte waarbinnen zich iets kan laten bepalen. Het is de veronderstelling eigenlijk die toelaat dat er iets bepaald wordt. Als je niet die veronderstelling openzet, dan kom je eigenlijk nergens, hè, volgens Kant.
Dus uiteindelijk, die epigenese van de reden opent zijn kritische filosofie, kritische epistemologie, als een epistemologie die de veronderstellingsruimte openzet en articuleert. En daar eigenlijk ook probeert in alle ernst het gewicht van te dragen in functie van het object dat daar binnen kan verschijnen. Dus hier hebben we werkelijk het gevolg van een dergelijke visie voor wat als object geldt. Dus Kant zegt op verschillende plaatsen dat het huis dat hij wil bouwen, dat geen kathedraal is. Een nederig huis, zegt hij. Op ons nemen wat we eigenlijk al op een bepaalde manier gevalideerd hebben als object. Trachten te weten komen wat er gaande is met de middelen die we hebben, vanuit de middelen die we mogen veronderstellen, wat er gaande is op het niveau van de constitutie van het object. Dus die structurele onmondigheid, ik keer daarop terug, heeft te maken met het feit dat we inderdaad, zoals collega Walraven ook al beklemtoonde, we verdeeld zijn. We zijn verdeelde wezens. Dat is een tweede pijler voor mij wat het werk van Kant betreft. We zijn verdeeld tussen zintuiglijkheid en begrippelijkheid. We zijn sprekende wezens. Dat zijn heterogene registers. Natuurlijk is dat Cartesiaans, maar het is ook meer dan Cartesiaans. Dus die gespletenheid van het subject, daar gaat Kant nooit voor terugwijken. Hij gaat net altijd maar opnieuw de temperatuur daarvan willen meten en willen trachten te weten komen binnen die gespletenheid. Waar slagen we dan toch nog in om iets daar te zetten waar dat er een min of meer een akkoord kan rond zijn of waar dat er nooit een akkoord rond is enzovoort. Dus alle vragen voor Kant die te maken hebben met hoe zit het nu met dingen aan zich, allee, kom, zeg het nu, dat is voor hem terugwijken voor die mogelijkheid die je op jezelf moet nemen. Dat is eigenlijk terugvragen naar een meester die het u gaat zeggen. Je hoort mij natuurlijk al een beetje aankomen met le grand autre, kun je zeggen. Dus de vraag van ding aan zich is eigenlijk, daarachter gaat de meester schuil, of dat dan uw God is, of de wetenschap uiteindelijk, maakt niet zoveel uit. Die het u dan toch kan, dat er een instantie is die het u kan zeggen. Kant, en dat is zo mooi, zijn kritiek om dat te lezen, gaat daar altijd voor waarschuwen uiteindelijk. Dus het idee dat we God gelijk zijn. We zijn ook niet animaal. Hè? We beschikken over een en ander van mogelijkheid. Dus twee onambitieuze projecten. Dus ik kom bij de eeuwige vrede. Het is tijd ook. Hè? Het mooie van dat, ik wil ook eventjes verwijzen naar het artikel dat Emiliano en ik hebben geschreven in dat boek hier, Philosophy of War and Peace. Natuurlijk een heel mooi werk en ook een heel mooi artikel. Als je het Zum Ewigen Frieden leest, dan vind ik het zo mooi dat Kant schrijft dat oorlog en vrede zijn geen natuurlijke verschijnselen. We zouden dat kunnen vergeten. Het viel mij heel erg op gisteren toen ik het daar las, dat we geneigd zijn te denken, of wel velen, of dikwijls is men geneigd te denken, dat de mens eigenlijk toch een vredaardig beest is. Hè? En dat hij zich daaruit moet ontvoogden. Wel, als Kant dan zegt, nee, oorlog en vrede, vrede en oorlog zijn cultuurverschijnselen. Met andere woorden, dat engageert mensen, subjecten, op een bepaald punt. Dat veronderstelt mensen, verwacht ze eigenlijk op het rendezvous op een bepaalde plaats. Uiteindelijk verwacht ze de mensen, mikt ze naar de mensen op het niveau van de vrijheid. Niet op het niveau van de gedetermineerdheid. Want als we zeggen, we zijn vredaardig, we hebben een vredaardige natuur, we zijn onderworpen aan onze passies enzovoort, dan, dat kan allemaal zo zijn. Hè? Maar daar mikt Kant niet naar. En de vraag is, dat is een grote vraag die zich stelt vanuit zijn filosofie, waarnaar kan, moet er gemikt worden? Hè? En dat is volgens mij geen vraag die zich zonder meer collectief laat stellen. Dat is een vraag die zich allereerst singulier stelt. Dat is in feite ook, denk ik, wat de filosofie van Badiou vandaag de dag voornamelijk doet. Dus
ditgene wat niet gegeven is, wat niet noodzakelijk is, niet in de pas loopt, niet objectiveerbaar is, waarvoor geen universeel a priori is, maar dat toch ook geen chaos is. Dat is net die figuur van de epigenese. Goed, dat het, de systeem, dat het gaat over systemen die in staat zijn tot spreken. Heel mooi bijvoorbeeld vind ik in de kritiek der Reine Vernunft, voor wie daar iets van kent, hij zegt dat het subject niet objectiveerbaar is. Hè? Biologie is niet mogelijk als wetenschap, psychologie is ook niet mogelijk als wetenschap. Hè? Gaat zeggen, ja, ze bestaat toch, psychologie en biologie bestaat toch. Hè? Maar zijn er hier psychologen in de zaal? Oké, dan moet ik niet zo voorzichtig zijn. Dat is een ware ramp. De psychologie is een ramp. De psychologische faculteiten zijn rampen. Rampgebieden. Ik denk dat Jung zou akkoord zijn en dat hij zegt... Misschien. Ik denk niet dat hij die disciplinering die er vandaag aan de gang is, zou hebben voorzien. En de psychiatrie is een rampgebied. In de mate dat ze zich inschrijft in de gedachte dat de psyche reguleerbaar is, in regels te vatten is. Dat er daar een a priori recept voor bestaat. En men kan wel zeggen, hè, laat u niet in de maling nemen, men kan dan zeggen, ja natuurlijk, we kunnen dat niet helemaal controleren. Hè? Maar toch een beetje. Wel, dat beetje is not done voor Kant. Hè. Dat beetje spreekt tegen alle notie van wat de constitutie van een object is. Want de constitutie van een object wil eigenlijk zeggen dat je tracht dat ik op u neemt wat gevalideerd. Hè? En dat het niet gaat over het ding dat daar is. Want in de mate dat je zegt, nee, de mens is zo en moet zo zijn, en dat is toch maar een scheven, die gaan we een keer recht trekken. In die mate heb je al een idee van, dat is wat de mens is. Hè? Dat zijn de criteria, checklist enzovoort. Een ramp, een waar rampgebied. Ik heb een collega, psychologen die zegt dat men onder de... Maar dat is ook niet zegbaar. Oh ja, ik ga dat niet zeggen, dat wordt hier gefilmd. Ja, ik zal het zeggen. Nee, want anders als er dan terroristische aanslagen zijn, gaan ze nog bij mij komen. Ik ga dat niet doen. Dus. Oké, dus mooi dat Kant inderdaad zo'n eeuwige vrede spreekt over het feit dat oorlog niet per se negatief is. Maar dat het een verantwoordelijkheid is om die te voeren. Het spreken over oorlog is een verantwoordelijkheid. Net zoals het spreken over de vrede. Dus het is even onvergeeflijk, denk ik, om te zeggen, nee, de mens is eigenlijk van nature Rousseauiaans vredelievend. Einstein had het eigenlijk op die manier voor, met waarom kriek. Einstein die zich geschokt voelde dat de mens zo'n hoog cultureel beschaafd wezen toch nog zoveel oorlog kon maken. Waarop Freud antwoordde dat hem dat van helemaal niet verwonderde, dat hij eerder van een andere kant uitging en dat hij zich verheugde van zodra er een beetje vrede was. Hè. Mooi is dat Kant eigenlijk mooi daartussen te plaatsen is. Dat was een beetje een ontdekking in het herlezen, want ja, je leest en herleest gisteren, dat die animale conditie ook voor hem geen hou vast biedt, al is het in de modus van het te kunnen wegduwen. Hè? Nee, we zijn daar middenin, eigenlijk, continu. Oké, dus, ik heb nog 5 minuten, klopt dat ongeveer? Zeker. Ja. Dus wat vindt Kant dan in zo'n eeuwige vrede? Dat gezien het feit dat indien we mondigheid, emancipatie, in de mate dat we dat zouden opvatten als iets wat substantie heeft en wat kan uitgelegd worden in termen van criteria, in de mate dat we dat zouden aanvaarden, zou dat betekenen dat we eigenlijk de autonomie van ieder singulier subject onmiddellijk teniet doen. Dus waar komt het op aan? Het komt erop aan, singulier, structureel de condities te realiseren waarbinnen ieder singulier individu zo autonoom mogelijk, zo geëmancipeerd mogelijk kan zijn. Dus hij zegt, het is heel belangrijk, de echte revoluties zijn de revoluties die traag gaan. De irreversibele revoluties zijn die traag bekomen worden, door spreken bekomen worden. Altijd maar opnieuw spreken. Het is ook waar dat de revoluties en de revolutionaire temperamenten, laat ons zeggen, dat... Ik ken er een aantal dat die dikwijls de
mindset hebben van nee, we moeten er strak voor gaan liggen. We moeten dat doen en dat doen en op die barricade staan. Goed, dat kan allemaal wel zijn, maar ik heb daar een beetje twijfel bij de heel snelle revolutionaire collectivisering in naam van een verbetering van de wereld. Want nu is de wereld niet goed, morgen gaat de wereld goed zijn. Door onze actie tussen haakjes. We hebben gezien wat er met de revoluties is gebeurd in het verleden. Dus een trage revolutie, daar is irreversibiliteit mogelijk. Aandacht voor de temporaliteit, niet inderdaad. Dus Kant was wel een pragmaticus, maar ik vind hem eigenlijk een idealistisch pragmaticus. Het is niet goed. We hebben in de analytische filosofie ook een aantal pragmatische varianten die dan zeggen, ja, kom, het probleem is duidelijk, we gaan dat probleem oplossen. Dat is niet het pragmatisme van Kant. Het pragmatisme is eerder van, je kunt ideële systemen ontwikkelen, je kunt conceptensystemen ontwikkelen, maar het komt erop aan om je begrijpelijk te maken. En om een beetje ingang te doen vinden, ditgene waarvoor je staat. Dat vind ik eigenlijk het pragmatisme van Kant. En het is dat eigenlijk wat ik wil doortrekken. Ik werk meer en meer rond psychoanalyse en rond Lacan. En eigenlijk vind ik dat de lijn Kant-Lacan, Kant-Freud-Lacan, Zizek heeft dat al uitvoerig geïllustreerd, dat er heel, heel veel voor te zeggen is. Nu, als Lacan bijvoorbeeld zegt, vind dat een beetje treurig. Als hij zegt, je n'attends rien des personnes et quelque chose du fonctionnement, wijst dat in dezelfde richting. We moeten eerst en vooral focussen op de structurele mogelijkheden. Maar je n'attends rien des personnes is wel een beetje zwart wat betreft de menselijke natuur. Nu, één ding, een kleine besluit over het euthanasiedebat. Want daar horen we die ideologie van de mens. Hij moet vrij zijn, hij spreekt autonoom, hij spreekt voor zichzelf. Met andere woorden, wat een mens zegt, dat is duidelijk. Als een mens zegt, ik wil dood, wel, dan wil die mens dood. Dus de autonomie van de mens wordt in dat debat zeer dikwijls voorgeschoteld als niemand moet het zeggen. Ik kan dat alleen. Ik kan alleen beslissen. Alleen beslissings. Als ik dan over mijn volledig hoofd nog beschik. Moeilijke kwestie, vind ik. Moeilijke kwestie. Omdat... Op vele punten een moeilijke kwestie. Omdat het... Ten eerste ben ik het helemaal niet eens met het feit dat een mens zo onverdeeld in zijn spreken staat. En Kant heeft de voorzet daarvoor gegeven. Als hij zegt, ik, ja, wat betekent het eigenlijk dat ik? Dus heel, lees goed die kritiek daarin en vernoemd, dan zie je dat hij zegt, oké, er wordt geobjectiveerd, namelijk dus er moet iets zijn dat die zaak synthetiseert en dat dat hier een glas wordt. Een subject is niet te objectiveren. Je kunt de mensen objectiveren, zegt hij, maar dan mis je het subjectieve term. Husserl zegt niet anders. Wat is dan eigenlijk het punt van synthese dat we met het subject kunnen verbinden? Transcendentaal subject, zegt hij, dat is ditgene wat in staat is te zeggen, ik denk. Het is mooi dat hij dat zo toespitst op de taal. En terzelfde tijd zegt hij nergens, en suggereert zijn filosofie dat ook niet, dat het geautonomiseerde, geëmancipeerde subject nu ditgene is wat in staat is om op een bepaald ogenblik in zijn leven te zeggen, dat wil ik en daar ben ik heel zeker over. En dat zit niet in Kant. Lees de derde kritiek over zijn categorieënapparaat en zijn vermogens, zijn cognitieve vermogens, dat hij zegt... Je kunt maar weten wat de betekenis is van je vermogens wanneer je ze beproeft. Met andere woorden, wanneer je mee tegen een muur loopt en wanneer dat die muur je iets vertelt. Dan ga je weten wat een verbeelding is die niet klopt of een begrippenapparaat is dat niet werkt of wel werkt, enzovoort. Dus een euthanasie kwestie met betrekking tot dat euthanasiedebat dat mij verontrust, omdat een denken dat een mens autonoom spreekt, heeft implicaties. Dat is een veronderstelling, hè? Die implicaties heeft. Eén implicatie is eigenlijk dat niet meer aan bod kan komen dat de mens, als die zegt ik wil dood, dat
dat dat misschien ook wel eens een vraag aan een ander is. Van, spreek mij een keer tegen. Ja, dus die hele dimensie van het spreken als vraag gericht aan de ander komt niet meer aan bod daar. Dat wil zeggen, in de mate, en dat is een beetje het perverte van onze euthanasiewet, in de mate dat de arts geïnstalleerd wordt als expert om uitspraak te doen over de criteria voor de ongeneeslijkheid van de aandoening, psychisch, ik heb het alleen over psychisch lijden, dan betekent dat eigenlijk dat zij moeten kunnen bepalen welke mensen zo niet alleen ondraaglijk, maar ongeneeslijk psychisch lijden. Die gaan nooit meer beter worden. Hè? En wat zien we dan de facto gebeuren? En dat schokt mij, ik geef dat toe. De facto zien we gebeuren dat bepaalde psychiaters uitspraken doen, zoals... als je 20 jaar in de psychiatrie leeft, met, als schizofreen bijvoorbeeld, met grote angsten, als je de ene na de andere relatiebreuk hebt, als je geen job hebt die zinvol is, ja, waarom zou je dan nog leven? Met andere woorden, wat gebeurt er in die move? Dat is eigenlijk een objectivering van het leven. Zij gaan, en ze moeten volgens de wet, gaan ze de criteria bepalen op basis waarvan hun leven de moeite is of niet. Op basis waarvan hun leven echt een leven is of niet. En dat is nefast. Dat is nefast. Het is niet te onderschatten wat er gebeurt. Want we hebben in de psychiatrie mensen van 20 jaar die geëuthanaseerd worden. Hè, die zijn uitbehandeld. Dat kun je aan mij niet verkocht krijgen. Echt. Dat, hoe schizofreen dat ook zijt, eventueel, al is die schizofrene conditie niet per se onleefbaar. Hè? En, dus die mensen kunnen sessie na sessie bij u komen en zeggen, ik wil eigenlijk dood. Als je dan zegt, ja, ik begrijp u. Ik begrijp ik u, jong. Ik kan u helpen. Hè? Dan zou Kant zeggen, het gevolg daarvan is dat iedere beschaving verdwijnt. Iedere cultuur verdwijnt. Waarom? Omdat je niet meer mikt naar de mens met de mogelijkheid van vrijheid. Je mikt ernaar als object en je hebt hem geobjectiveerd. En hij laat zich uiteraard objectiveren vanuit de meesterpositie, de expertarts, die zeer goed functioneert in onze maatschappij. En dus, dat is het laatste wat ik zal zeggen, de moeilijkheid van die wettelijke ruimte die bij ons gecreëerd wordt, is dat uiteindelijk de artsen... Ik zeg niet dat vele artsen hebben dat goed voor, hè? Al niet dat het daardoor minder wantrouwig moet zijn, maar enfin, ik heb heel veel psychiaters die nauwgezet hun werk doen. Je kunt met de huidige wet die artsen die om ideologische of wat voor reden ook van mening zijn dat het best is om onder andere jonge mensen die psychisch lijden te euthanaseren, kunt je niet meer strafbaar stellen. Kunt niet meer. Hè? En dus krijgen we onder het artsenkorps een zeer groot ongemak. Want iedereen, il a trempé, un tout petit peu. En de keer als je één keer euthanasie hebt uitgevoerd omwille van psychisch lijden, met de kleinste fractie van twijfel, is er een soort vooruithollende beweging, denk ik, die zich installeert. Ik had een collega analytica, de psychoanalytica, die zei het heel mooi. Il est inhabitable de ne pas pouvoir être en faute. Er is geen mensenleven als je niet schuldig kunt zijn. Dus de arts die euthanasie uitvoert, waarvan we zouden kunnen zeggen, eigenlijk is dat moord. Hè? Dat is altijd moord, dat is altijd transgressief. Die kan niet meer in fout zijn, is onleefbaar. Er is daar geen leven. Maar het is een beetje mysterieus misschien de toon waarop ik eindig, want die hele schuldvraag is ook een vraag waar vele draadjes aan vasthangen. Maar waarvan ik denk dat het voordeel om terug te keren tot Kant, het mooie van Kant is dat hij niet oordelend is over particuliere handelingen. Niet veroordelend. Die ethiek gaat daar ook niet om voor hem. Het gaat over het duidelijk maken van de structurele ruimte, legale ruimte. De legale ruimte van euthanasie is een mogelijkheidsvoorwaarde. Het is een mogelijkheid die, naar mijn mening, werkelijk, werkelijk nefast is. Oké, ik had eigenlijk niet voorzien om over euthanasie te spreken, maar kijk, tot daar.